Hallo en welkom bij een nieuwe video. Vandaag laat ik jullie zien hoe jullie deze leuke bloem maken. Ik vind dan toch dat het een beetje weg heeft van een bloem. Laten we beginnen. Voor deze bloem heb je twee of meerdere papieren nodig. Dit keer maakt het niet uit of je een rechthoekig papier of een vierkant papier neemt. Ik doe het met vierkant papier, dus origami bladen. Als je het met een rechthoekig papier doet, zal de bloem langer zijn. Zal de straal van de bloem groter zijn. Dat is het enige verschil. We beginnen met één papier te nemen en vouwen we het door midden. Je vouwt het nu terug open. En vouwt hierna deze twee zijden ook naar het midden. Zo. Nu zul je zien dat je drie lijnen hebt. En dus vier verdelingen. Om het nog iets mooier te maken, doen we nu elke figuur nog eens in twee. Dat je acht gelijke delen hebt. Je kunt het natuurlijk ook met een lat en een potlood afmeten, maar dit gaat nog iets sneller. Zo. Nu kun je misschien beter even natellen of jouw vierkant papier of rechthoekig papier in acht delen bestaat. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Bij mij is dat in elk geval zo. Nu ga je alles opvouwen zoals een waaier. Dus de ene zo, de andere langs de achterkant. En dan terug zo. Zoals een waaier, dat je eigenlijk dit krijgt. Je kunt er hier een beetje kracht op zetten, dat het zeker mooi geplooid is. Natuurlijk, wij gaan geen waaier maken. Wij gaan een bloem maken. En nu gaan we eigenlijk al die driehoekjes eruit nemen. Dus dat je die mooie, mooie driehoekjes hebt. Mooie vormen. Hoe ga je dat doen? Je neemt één hoekje apart en dan vouw je deze zijde naar deze zijde, tegen die zijde, in een hoekje, zoals dit. Nu draai je dat om. Nu vouw je dat open. Als je nu dit openvouwt, krijg je bijna automatisch deze vorm. Ik zal het even opnieuw doen. Ik heb naar de ene kant gevouwen, naar de andere kant, vouw het open en zo. Ik zal het nog één keer voordoen hier. Zo. Dit doe je dan bij elke hoek. Dus hier, hier,
hier, hier, hier en hier. Oké. Normaal gezien heb je dan dit. Dus je hebt dan aan elk hoekje een hoekje eruit gedaan. Nu vouw je het allemaal bijeen. En plooi je nog op de hoekjes in je laart. Dat het zeker mooi is geplooid. Zo. Nu ga je van deze hoek naar deze hoek plooien. Ik zoom hier even in. Zo. Neem deze hoek. Plooi dan mijn figuur door midden. Zo. Dus nu heb ik dit. Dit is natuurlijk nog niet wat het moet zijn, want ik moet dit hier nog aankleven. Zo. Dus dat ga ik even doen. Zo. Dan nog tegen. Je drukt het even nog aan. En het zeker stevig is. Je kunt het al anders even openvouwen. En wat je ook kan doen, is langs de onderkant. Want de onderkant valt toch niet op. Daaraan kun je het doen op de juiste kant. Waar je dus tegen elkaar is gekomen, is hier een plakbandje doen. Dat is zeker stevig. En zo zal het ook minder snel uit elkaar gaan. Allee. Zo. Nu kan je dit nog heel strak wel heen duwen. Dat is zeker goed is. Dit heb je twee keer nodig. Want dit gebruik ik dan één keer als helft. En dit wordt dan mijn andere helft. Je kunt natuurlijk ook voor kiezen dat je er nog eentje maakt. Of dat je er nog twee maakt. Of nog meer, maakt niet uit. Ik kies ervoor om er twee te maken. Dat ik één helft heb en de andere helft. Dan plak je de beide aan elkaar vast. Zo, nu heb ik de twee aan elkaar gepakt. Nu ga je ze hier aan de andere kant ook nog aan elkaar plakken. Wat je natuurlijk ook nog kunt doen, is hier nog eens plooien. Dat heeft niet meer veel zin omdat je het al hebt gedaan. En meteen begint het erop te lijken. Zo. Nu alleen nog plakken. Zoals dit. Nu heb ik alles aan elkaar geplakt. Dus hij is af. Vond je dit nu een leuke video? Laat dan een blauw duimpje achter. Misschien als het dit jou is gelukt om deze bloem te maken, mag je ook dat blauwe duimpje omhoog doen. Als je nog niet geabonneerd hebt, kun je gratis op mijn kanaal abonneren. Dan kan ik zeggen, tot een volgende video.